Yeah, I'm on. Because it's a friend of mine. Yeah. And he didn't know that our birthday was on New Year's Eve, 5 before 12 and 5 after 12. Oh. And he didn't know that our real name was Christmas. He thought it was. So now I'm having a little interview with somebody who has a very special name, because your name is Gary. Yeah. And your mother is called Mary. Yeah. Now let's put the whole thing out. First of all, I want to wish the audience a very nice Christmas, and I hope everybody's enjoying their meal today. But anyways, I think most of you people know who I am. My name is Gary Christmas, and I had a twin brother named Gregory Christmas. And the funny part about the whole thing is I was born 5 minutes before 12. I came out. Yeah, 31st of December. 31st of December, the last day of the year. And 5 minutes of 12, after 12, my mother kept her legs closed, and 5 minutes after 12 came my brother. So that means that I'm born on the old year, and he's born on the new year. And our mother's name is Mary Christmas, had twins on New Year's. And for the information of the public, this is in Ripley's Believe It or Not column in America. And everybody asked me, well, where did you get the name Christmas? I said, well, this name comes from Indian parents of my father's side, which has been quite a name when the Indians were, well, in America, before they got them wiped out there. That was the name they took for the family name. And there's a few Americans also the name Christmas. And there's actually a few here in Holland that are distant relatives are also named Christmas. But it's so strange that every time when we were in school there, they would sing in the hall for Christmas time, I'm dreaming of a white Christmas. And of course, all the people looked back at us, and everybody laughed, and then they were serious, and then they didn't want to offend us socially. But and then as our show business name, people said, well, how did you get that, the Christmas Twin Show USA? How did you get that name? I said, well, that's our family name. Well, do you think I would use that name to travel in show business? No, but it made us a little bit more important because it was a very special holiday. And the thing was funny when we were very young. My mother said, well, I'll get you a birthday present or a Christmas present. What would you like? And she'd come to the last day. And then on the last day, she said, well, I guess I can give you a birthday present too. But that was the whole thing about it. And in America, when two weeks before the phone, before the Christmas came, we had to shut our phone off because they would pick up the phone and call our number, which was in the phone book, and they say, Merry Christmas, Merry Christmas. And it was very annoying. They would call all times and nights like this. Okay, can I ask you if you slow down a little bit? Because for some people, they don't speak that well or don't hear that good English. I know. And my Dutch is heel slecht, maar ik wil langzaam doen voor je. Nee, je hoeft het niet in het Hollands, maar if you speak English, just speak it slowly because you speak it very fast and it's very, very difficult for some people to understand. To translate it. Okay. So your name is Gary. Right. And you had a brother who's passed away a few years ago. Huh? Yeah, 4 years ago this April. But to almost, zal het even in het Hollands vertellen aan het publiek in de kijkers van Amsterdam. Gary is 5 minuten voor 12 op 31 december geboren. En zijn tweelingbroer is, die heette Greg. Die is onlangs overleden. Die was 5 minuten na 12 uur, dus op nieuwjaarsdag geboren. En zijn moeder heette Mary en die hadden een achternaam die heette Christmas. Dus dat was, moeder heette Mary Christmas en dit is Gregory en Gary. I'm mixed up all the time. I'm the good looking one. Yeah, you're still looking good. Well, I mean, actually, and my I'll be having my birthday on Saturday, the 30th of December. Actually, my I'm having my party in the Saturday. You can sit back up, and then you have the lights in your face. Okay. Actually, this Saturday, that's coming now, on the 30th of December, 31st. But this Saturday, I will become 70. 70 and I look good. Yeah. Don't you think so, guys? Just take the profile. Look at that. Yeah. And I'm very happy about that. And so when the time comes. That I mean, people in the neighborhood that anybody's interested in coming by for a piece of cake on Saturday, relax, they can be very glad to be very invited. You can have a piece of cake, but you have to pay for your coffee. I have to make some sort of business on my birthday, because that's being commercial. Yeah. I don't know, but anyways, anybody who's in the neighborhood, on number 7 in Sester, Utrecht's Advarstraat, backstage, the twins. Okay, dus u kunt op zaterdag 30 december kunt u bij Gary
langskomen voor een klein stukje verjaardagstaart. Maar de koffie moet u wel betalen. Maar de taart is gratis. En dat is dus in Utrechtse Dwarsstraat nummer 67. Ja. En nou ben ik ook bezig met de andere kijk van wat er in Amsterdam gebeurt. En precies, jij weet het al, hier aan de overkant heb je een huis voor onbehuisden. En dat wordt gerund door Riet. En zou jij nog even wat willen vertellen over mensen die met kerst altijd in de moeilijkheden zijn. En dus bij Riet in de Utrechtse Dwarsstraat tegenover het koffieshopje The Twins een huisje hebben gevonden. On the other side of the street, which is to my dismay, is very sad and a very pitiful situation for most of the men that are living there. This place is run by two twin sisters, which are very nice, good friends of ours. I said I'm sitting here in my life with my shop, with my Christmas tree, with my friends and presents and so on, enjoying my Christmas. But on the other side, it's a little disappointing, it's a little sad. But I have to say one thing about Holland, which they do, which I think is very nice, which they don't do in any other country. They have a place for people who have troubles with drugs, have troubles who are sick, who are having problems in their whole life, and the government supplies the funds and the money to support them. They have great respect for me, because when they walk out of the house every morning and look at my side of the street, they always say, "Good morning, Gary. How are you, Gary? How are things going?" And I think that's very good. I, myself, I'm more fortunate to have my own life, to have my shop, but when it could be me over there, and it could be my brother over there, it could be your mother, your father or your brother. So I think that we have to have a little, some of us are lucky, and I have all respect in the world for those people. They are trying. Sometimes some of them make it, sometimes some of them get out of the house, sometimes they find jobs. But I think at this time of Christmas time that we should show a little bit more charity, a little bit more love for our brothers. Yeah, 1 second. Put some extra light on. Is it working? Yeah. Yeah, to show some more love for your neighbors, right? Listen, we are in a there's a terrible time going on between wars in different countries. So the least we can do is to love our neighbors. I'm sitting here with all the comforts of the world. They're sitting over there. Maybe they smoke. Maybe they're junkies, whatever. But we must remember that God has put them there for a reason. Mm-hmm. Maybe they'll learn something, maybe they'll find something, but I just think that my heart goes out to them. I know that last year we were having a New Year's party for celebrating my birthday, and we had a couple of bottles of extra champagne, and we got some plastic glasses, and about seven of the guys came over, and I said, "Okay, guys, let's have a toast to the new millennium." Yeah. And so I try to do my best to them. I try not to talk about them. I try to show God's will to them by being nice to them, and it's not difficult for me to do that, because I know that I've been loved in my life, and maybe those people have people that have loved them, but they're there, and so I think in turn that we have to show our brotherly love, and we have to help the people. We're all brothers and sisters in the world, and we should have more love for them and respect, because as I said before, it could have been me or my brother over there suffering. But in the house there, the two sisters, which I think are very nice, and I love them both. And even though I have food here on my table, she always manages to bring me some food over, and I share it, and I think that's nice, and she's a wonderful woman. Of course, the two sisters, one is in love with me, the other one's jealous, but I like them both, and that's nice, and I think that's very nice what you're doing to give some reflection of the place over there to show what the other part of Amsterdam is, that we're taking care of them, we love them, and we should treat them like our brothers, and I think that's the message God's will, to help our friends and help our neighbors as we live in a city in troubled world at the moment. Gary, I will first of all I will congratulate you with your 70th birthday on Saturday Sunday. Yeah, Saturday at 12 o'clock, yeah, of course. Yeah. And I'll go on to the next door, okay, and make a little documentary of what's going on there. Okay. And anyway, congratulations. Okay. And send my love to my girlfriend over the other side. I will. Okay. Yeah. All right. Thank you.
Bye. Bye. See you later. I'll see you on Saturday. Okay. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Come on, Boogie. Telephone. Ik ben alleen, alleen gekomen. En alleen ga ik weer weg. Ik zit alleen hier met mijn dromen. Maar ik droom al zo lang. Alleen gekomen en alleen ga ik weer weg. Ik zit alleen hier met mijn dromen, maar ik droom al zo lang. Ik zit alleen, daar zal ik blijven. Ik zit alleen, ik kan. Ik zit alleen hier met mijn twijfels, alleen met mijn pech. Jij kan de zon laten schijnen, want jij loopt langs en de wolken verdwijnen. Jij kan de zon laten schijnen, want jij loopt langs en het sneeuwt. Dit is het? Dit is gewoon een platform waar ze zomers zitten. Oh ja. Waar ze dan van de overkant hier aan de overkant hebben een wethouder wonen. Ja. En nou, die vinden het niet prettig als ze hier buiten zitten zomers. Niet? Nee, die wil dat niet. En die wil dat niet? Nou, een van die mensen hierachter, want die hebben ze hier van de zomer hebben ze gezeten. En toen zaten ze daar in die tuin en zaten ze te barbecuen. Die mochten ze hier niet op het dakterras. Op het dakterras? Nee. En hiernaast zijn hele dure appartementen gekomen. En waarschijnlijk hebben die mensen niet geweten dat dit een opvanghuis was. Nee, we zaten hier van de zomer zat er iemand ziek op zijn balkonnetje. Ja. En toen zaten ze hier ook en toen mochten ze geen herrie maken. Maar niet. Ik wil ook liever niet gefilmd worden. Is niet erg, vriend. Ik kan niet zoveel gefilmd worden. Mijn moeder die doet dat wel allemaal. Ja, maar goed. Ik wil dat liever niet. Wat zit je nou te daden? Parkenvaartje. Parkenvaartje? Ja. Ja, dan moet het schoon zijn, dus je moet wel zorgen dat het allemaal even warm en even gaar wordt. Ja. En als de parkenvaartje zo lang op het vuur wordt staan, dan wordt het te droog. Ja. En dat is ook niet de bedoeling. Nee. We hebben een paar doeken gekomen. Toen heb ik deze schaal opgezet. En tegelijk die paar doeken die dan schaal warm. Dus het heeft twee functies. Uh-huh. Je kan niet overal tegelijk bij zijn. En het moet wel om dan bijna gelijk opgediend worden. En het is wel anders. Kunnen bedienen. Die jongens hier binnen zijn dan toch wel zo schappelijk dat ze dus gewoon gaan ze met z'n drieën staan
En dan lijkt het niet zo snel te rijden. Als het echt zo gebeurt, dan zit iedereen echt zelf aan tafel. Ja, wat heb je nou allemaal te eten voor ze? Nou, we hebben eerst zometeen krijgen een slijtje vooraf. Dat is een klein hapje, want als je te veel in eten geeft, ze zijn niet gewend om 's middags dus gewoon warm te eten. Nee. En dan krijgen ze een groentesoepje. We hebben een groentesoep? Ja. En daarna krijgen ze een varkenshaasje met champignonsaus en gebakken aardappelroosjes met dobbertjes met worteltjes. Nou, en als het klapt op de vuurpijl, krijgen ze een lekker ijsje. Een lekker ijsje. En dan heb ik dus gewoon peertjes er nog bij apart. Ja. Die zal ik lekker vinden. Het is alleen jammer dat de mensen niet gefilmd willen worden. Omdat ze voor hun privé toch een beetje afgestorven zijn. En waarschijnlijk familie hebben die niet weten dat ze hier wonen of dat ze hier verblijven. En dat ook niet aan de orde willen stellen om dat dus andere mensen duidelijk te maken. Ja. Ze hoeven hun eigenlijk niet voor te schamen. Ze hebben een dak boven hoofd, ze hebben een warm bed, ze krijgen drie keer op een dag te eten. En ze kunnen hun eigen elke dag wassen. Dus het is niet om je eigen voor te schamen. Elk mens kan zover komen om toch in deze situatie terecht te komen. En als het dus gewoon zo blijft, hoop ik ook dat dit soort huizen blijft bestaan. Ja. Want het is nu alleen dus duidelijk dat de gemeente en een leger des Heils en een HVO dat gewoon allemaal dus gewoon over willen nemen. Waar ze regels hebben, waar deze mensen niet meer tussen passen tussen die regels. Want het zijn geen kleine kinderen en dan worden ze wel heel vaak behandeld als kleine kinderen. En dat is niet de bedoeling van dit soort mensen, want die willen dat. Ja, ik zit nu met u op uw kamertje. De kamer, ik zeg maar zaal. De zaal, hè? De zaal, spreken, ja. Zeg maar dit is wel een beetje een ruime zaal, hè? Deze is niet vrij ruim, ja. Ja, dat scheelt wel natuurlijk. Kijk, dit is het balkon, dus dat heb je erbij. Ja, ja. Dit is het balkon, vandaar denk ik hier die lekkage heb. Weet je wat je hier boven ziet? Ja. Dat moet allemaal nog gerepareerd worden. Want hierboven, dat is het balkon, en kijk, via gaat het de stad gedeeld weer, hè? Dat is het daarnaast weer allemaal. Ja, maar ik bedoel, ze liggen hier wat ruimer. Hier ruimer gedeeld, ja, dat kan. Ja, maar goed, hè. Je moet niet vergeten, dat scheelt wel zo. Ja. Dat scheelt natuurlijk niet dieter. Dat scheelt wel. Ja. Maar Hier heb ik ook de vak bij het douchel zit het daar, in de wastafel is het wel weg. Je hebt alles bij de hand, dus ja. Dat is wel makkelijk hier. Je zit nu al 20 jaar, heb ik begrepen. Ja. Ik heb eerst erbij nog gezeten. Op eerst erbij nog? Ja, nog, ja. Een half jaar ongeveer, ja. En waarom? Ben ik naar Driehoog gegaan. Naar Driehoog? Ja, hier kom je op Duitse stekking, ja. En hier zit u al hoeveel jaar? Nou, dat kan je wel bijna 10 jaar zeggen. Ja, oké, ongeveer rijden. Ja, ja zeg ik hier. Nou. En heb je wel eens problemen hier met anderen? Want hij heeft zijn eigen helemaal afgeschermd, hè? Nou, ja, goed dat ze erin zegt, daar hou ik niet van. Nee, wil ik openlicht, heb je gezegd. Ja, natuurlijk. Dat zie ik het, toch? Ja. En nu zeggen we, ja, met mensen of met mensen, ja, dat weet je. Ik heb je eigen stand om blijven staan. Dat is normaal. Als iemand antwoordt aan mij, geeft een bevalling, dan haak ik hem om, dit klara. Ja. Ik ga naar mijn eigen leven. Dat doen de mensen, mijn collega daar doet dat, hier links en rechts doet het precies hetzelfde. Dan moet jij gaan. Dan ga je ergens op. Ja, dan moet je dat zelf maar oplossen. Ik niet. Pardon. Dat doe ik niet. Doen. Nee. Al doen we leren men, juist. Ja. Juist. Maar heb je nou nog een vriend waar u altijd mee optrekt? Nee. U bent echt alleen al? Ik ben gewend. Ik ben altijd alleen geweest. Altijd gek, hè? Alleen staan wil, dat zou niks zeggen, hoor. Pardon. Nee, dat mag. Zo lekker dat ik het zeg, maar. Daar wil je toch wel bij mee, hoor. Om dingen samen te doen. En op je eigen, hè? Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ik doe alles zelf. Ja. Je ziet misschien niet, nee, momenteel niet, nee, maar ik zit in kleding ook, dus dat doe ik ook allemaal. U handelt een beetje in kleding? Nee, maak kleding. Oh, maak kleding? Ik maak. Bijvoorbeeld als ik dit wat ik nu allemaal aan heb, is allemaal zelf gestreken, zelf gewerkt, zelf gepest, alles staat hier, kijk maar. Ja, ik zie het. Alles staat hier. Ja. Ik doe allemaal op de hand. Broek inkorten, ritsen zetten, schurkjes maken, enzovoort. Dat doe ik allemaal op de hand. Dat heb ik helemaal afgestaan. Dus dit is een beetje de 20e kerst dat u nou hier zit, geloof ik. Ja.
Kunt u zien zo? Ja. Dat is mijn eigen uitspraak. Kunt u zien? Ja. Ja. Kijkt u? Ja. Kijk, wat dat betreft is hopelijk. Ik heb nooit meemaakt dat mijn kinderen in zo'n situatie terechtkomen. Want hier zitten ook jonge jongens genoeg die ook een vader en een moeder hebben. En ik weet één ding zeker. Als je een moeder bent en als je een vader bent, dat je niet graag wilt dat je kind zo ver komt dat ze geen toekomst meer hebben. Mm-hmm. Want als ze hier terechtkomen is het eigenlijk dus al zo ver dat misschien 5% van de 100 misschien nog ergens in een huis terechtkomen. En de rest zijn zo verslaafd aan dit leven, dat gaat nooit meer over. Die kunnen niet meer zijn, die kunnen niet meer voor hunzelf zorgen. Die hebben ook geen kans dat ze ooit nog iemand tegenkomen waarmee ze misschien op kunnen bouwen, omdat ze dus zo in het circuit van gebruikers zitten dat ze dat ook op een of andere manier gewoon lekker vinden. Want anders zou je dus gewoon denken, als ze dus gewoon niet meer hebben, ze worden ziek. En ze lopen te rillen en te trillen van ik kik af of ik doe er wat aan. Maar deze mensen zijn zo ver, die hebben niks meer te verliezen, dus die hoeven ook niet meer af te kikken voor hunzelf. En dat is toch een verschijnsel wat in deze tijd van de maatschappij normaal blijkt. Ze hebben het ook allemaal één keer in hun leven geprobeerd. En van de 100 die het geprobeerd hebben, zijn er toch altijd 10 die verslaafd worden en verslaafd blijven. Ja. En met de oudere mensen die drinken, die hebben allemaal een reden of geen reden, want ze doen het echt allemaal zelf. En ze willen het ook heel graag zelf doen. Want als je ze vraagt van ouder jongen gaan naar het Jelle Kliniek, zijn er misschien van de 100 maar 2 die dat willen. Want ze vinden het drankje gewoon lekker. Mm-hmm. En doordat ze dus met één drankje begonnen zijn, zijn die mensen dus nu zo ver dat ze niet meer genoeg hebben dan een liter. En die het heel graag 1 liter op een dag dronken willen worden. Goed. Wat zeg je? Ik vind het een klein beetje moeilijk om zo tegen je te praten dat je niet midden in je gezicht zit te kijken. Je zit in een lens te kijken. Ja. Als de mensen hier zijn en die kijken niet naar mij, terwijl ze tegen me praten, zeg kijk me aan. Ja. Maar ze weten gewoon dat ik het niet zo bedoel en ze kunnen het wel van me hebben. Ze zijn het wel een beetje gewend dat ik ze dus in één keer dus gewoon even laat springen. Het heeft meestal wel een goed effect op ze, omdat ze daar toch zien dat er aandacht aan ze besteedt. Dat er toch iemand is die de moeite neemt om dat soort dingen te zeggen. Omdat ze in dit leven vaak genoeg teleurgesteld zijn door andere mensen waar ze gewoon niet meer naar willen kijken. Nee. En er zijn hier ook mensen. Net zoals die ene grijze meneer die voor zit, die altijd in de kerk gekomen is. En op een of andere manier, hij gebruikt ook medicijnen, zo in één keer daar niet meer komt. Omdat hij dan misschien een beetje haren op zijn jasje heeft leggen. Of dat hij dus niet zo is als andere mensen. Ja. En dan ook niet meer welkom was in de kerk. En daar hebben we een lang gesprek over gehad. Met wie? Met meneer Asberg. Waar is die van de kerk? Nee, die is niet van de kerk, die woont hier. Oh, dat is die meneer, ja. Maar die hebben ze dus gewoon op een gegeven moment de kerk ontzegd, omdat die een jas van had waar ze grijze haren op lagen, wat niet afgeborsteld was. En dat vonden ze daar niet zo ethisch voor de andere mensen. Dat hebben hem alleen maar gezegd dat de kerk zo belangrijk voor je is. En je wordt daar weggestuurd, blijf dan maar lekker bij mij, want ja. Je gelooft dan maar in jezelf. Dus, en daar heb je ook meteen aan meegedaan, want dat vind ik ook niet zo belangrijk. Hij ziet nu zelf al in dat als mensen daarop kijken en daarop letten, dat je daar niet komt dus voor de mensen, maar wel omdat je ergens in gelooft. Mm-hmm. En dat is dus gewoon hem dus gewoon ontnomen. Ja, maar je kan hem ook nog even daar dus gewoon bij geen beeld en dat geeft nog een heen. Dat is mijn hobby. Dat is uw hobby, een beetje dat... Altijd hobby geweest, ja. Maar ja, het groeit uit de vakkennis, hè. Ja. En hoeveel tijd krijgt u een nieuw matras? Want ik neem aan dat u hier geen enkel jaar op dit matras ligt, toch?
Eens in de zoveel tijd, dan komen ze niet meer met dat. Ja, de dekens dan hoofdzakelijk. Ja, ja. Deze, de rest moet je zelf een beetje schoon. Nou, het trekken kregen je gewoon van elkaar liggen. Dus, nou, dat is niet zo moeilijk. Maar was natuurlijk, dat kan niet zoiets. Nee. Dat kan niet. Wat kan je betekenen? Ja, dat is makkelijk genoeg. Gewoon heb ik je sop erin en je laat de wijk in je maakt schoon. Dat is, daar lach ik gewoon op. Ja. En heb u nou veel kleren? Want, wat heb u kleren? Oh, die zit in de kast, die staan rechts. Oh ja. Die staan rechts. En afgesloten ook waarschijnlijk? Oh ja, natuurlijk. Ik sluit alles af. Ja. Dat is logisch. En wordt er nog veel van elkaar gestolen? Nee. Deze allemaal. Nee, absoluut niet. Nee. Wat heb jij hier ook zelf in de handen? Kijk, als jij de boel op wil staan, ja, dan lok je de mensen, maar ik kan niks zeggen. Ja, nou ja, tuurlijk. En als je sigaretten laat liggen, dan... Je stok om ziek of zo, maar je moet echt niet proberen een pakje sigaretten beneden te laten liggen. Zou betalen wat weer, baas. Ja. Moet je beneden echt niet doen, hoor. Dit draait om, het is weg, hoor. Ja. Kijk, ik ken al die trucjes, dus dat hoeft ze mij niet te flikken. Nee. Je ziet, ik heb het meteen in mijn zak. Dat is met alles zo. Ja. Is toch logisch? Maar zijn er nou hier nog over wel eens iets bijzonders gebeurd in die 19 jaar of 20 jaar dat dat gebeurt wel, maar ook dat soort dingen dat ach, waarom zou ik daarover gaan zitten babbelen? Je wordt vliegt elkaar eens in de haren, dit en dat is zo, ja, dat gebeurt er altijd. Ja. Je hebt altijd lastige klanten door ons, dat is logisch. Ja, blassen, mag gaan. Maar wat zijn nou de bezigheden wat u doet? Bijvoorbeeld, u wordt 's morgens wakker, u wordt vroeg wakker? Nee, ik slaap alweer uit. Lekker uitslapen, tot nu 11 uur? Ja, lekker een bakje koffie zitten, hier staat hier. Ah, dan gaat u eigen bakje koffie, want je kan beneden de hele dag door gratis koffie krijgen. Ja, maar dat is niet iedere dag natuurlijk, dat is alleen met de feestdagen natuurlijk. Hè. Oh ja? Ja. Dat is met de feestdagen. Anders moet je zout en zo een bakje koffie bij de wal. Ja, of thee, ja, ik drink een thee, maar goed. Maar kijk, zit mijn koffie ook eens staan, dat kan ik zetten, dus is toegestaan. Dat mag niet iedereen doen hoor. Dus, dit ook niet. Dat mag niet iedereen doen, want anders vliegen de stop om je oren natuurlijk. Logisch. Het is een verrotse mispel hier, de elektro. Vandaar dat ik ook een leiding hier heb lopen, je loopt helemaal daar naartoe. Kijk, ik heb een stoppen, dat zit hier, maar dat is allemaal slecht hè. Als je dat op aangesloten is, dan pups. Slaat alles door. En ik weet dat, want ik ben met elektra ben ik heel goed behouden, dus ik weet dat doe ik het ook niet. Hè. Vandaar dat ik dat allemaal apart heb hier. Dus ik heb er bij, maar ja. Als er inwendig iets gebeurt, ja, daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Dat is elektra natuurlijk voor. Het is mooi werk hoor. Maar dan wordt u 's morgens wakker, 11 uur, en dan gaat u lekker een kopje koffie en dan om 12 uur gaat u douchen, denk ik. Nou, dat hoef je niet iedere dag natuurlijk te doen. Nee, ja, om de dag even douchen. Ja, en dan trek je kleren aan en dan gaat u wandelen of wat gaat u doen? Nee, gewoon, dan gaan we gewoon naar beneden. En een spotje kaarten met de vrienden? Wij spreken, ja, en ik heb hier nog een radio, die start in mijn kast, dus ik kan niet aanzetten, dus dat is niet zo moeilijk. Ja, je moet een beetje zelf doen. Ja. En dan gaat u nog wat wandelen ook door de stad? Ja, ik heb een stamcafé, dus dat is nodig, een schakkenpilsje al, dat kan altijd natuurlijk. Ja. Ja, dat zit in de pijp met al bekijken. Oh, hoe heet het café? Verwouwbaar. Verwouwbaar, oh ja. Kun je hier bij de overkant, aan de overkant zitten verwouwbaar? Ja, ja, op de voet. Ja, dat ook, ja. Ja, dat is juist. Ja. Niet hier, want ze hebben mij te duur. En niet gezellig. Kijk, ik hou wel van een beetje dat je dus mensen hebt die je kent, die elkaar een beetje kan praten, weet je wel. En dat is zoals verdraaid moeilijk, vooral hier natuurlijk. Hier is het heel moeilijk. Vind ik tenminste. Ja, dat is persoonlijk ik. Ja, dat gaat niet voor, maar... Je werkt met mensen. Hij zegt nooit vrouw, maar nee, ik zeg altijd zijn mensen. Ze zijn een stofje geboren. Absoluut hoor. Die zijn met? Wij zijn uit een stofje geboren. Een stofje kon hij weer terug. Ja, ja. Sorry hoor, ik wil niet een beetje te katholiek praten, dat weet ik niet. Maar je bent niet gelovig? Nee. Vroeger wel? Nee, ook niet. Want vrij mensen geweest. Het is Rietje of Riet, het is net wat voor stemming ze hebben. En als het ze niet aanstaat, is het trut. Dus, of beats, of wat dan ook. Maar daar reageert u niet op? Nee. Dan zeg ik, nou, ik dan wel, jij, wat jij. En dan gaan ze maar zitten kijken of ze van mij komen. Ja. Vertel eens even, hoe, je doet het nu al 4 jaar, hè? Dit heb je overgenomen van... De vader van mijn zoon. Maar ik doe dit geen 4 jaar. Mijn dochter doet dit, maar ik help mijn dochter. En als zij dus gewoon, want ze is 3 jaar getrouwd en haar man werkt ook de hele week, inclusief zaterdag. Dus ja. Het weekend help ik haar of ik val voor haar in. Ja.
En op dinsdag wil ik haar ook helpen met de financiële bedoeling. Mensen die een envelop achterlaten, die zakgeld komen halen. En dus gewoon alle soorten klusjes van een ziekenfonds of even het GAK bellen of even de sociale dienst bellen. Een formuliertje invullen. Want als je de keuken erbij hebt en je hebt dus ook dus gewoon de koffiebar. En dus alle mensen die hun problemen dagelijks hebben, dan heb je dit soort dingen. Ja. Maar nou heb ik je net heerlijk zien koken. Voor 50 man heb je eten gemaakt. Ik heb ook meegegeten. Het was lamsbout, was het, hè? Nee, varkenshaas. Een varkenshaas, nou, het was heerlijk. Met een peertje erbij en groente, aardappeltjes, doppertjes. Maar dat doe je dagelijks, koken voor ze? Dat doet mijn dochter dagelijks. Ja. En dan is het dus gewoon niet elke dag zo uitgebreid. Het is gewoon groente, vlees en aardappelen. En op zaterdag is er een toetje. Of fruit, of dus een yoghurtje, of iets wat er dus gewoon veranderd is. En zondags is er dus uitgebreid eten, soep, middageten en een toetje. Ja. Nou, kon je mij vertellen dat het hier allemaal een beetje moeilijk aan het worden is? Hè? Ze zijn je... De belasting doet moeilijk met je, want hoe zat dat verhaal nou? Nou, er zitten hier mensen die verslaafd zijn. En als die mensen dus gewoon gaan kicken of ze gaan shaken, dan kan je dus twee dingen doen. Dan kan je ze naar buiten sturen en je kan ze binnenhouden en een klusje laten doen. Als therapie. Dat houdt in dan dat die mensen niets voor niets doen, want die mensen willen scoren om toch hun sigaretje te kunnen roken. Of wat ze doen, dat maakt mij niet uit. En als ze naar buiten gaan, slaan ze een raam uit het portier vandaan. Nou, als een radio eruit, waar ze, die misschien 200 kost, waar ze ook 15 of 20 gulden voor krijgen. En ik laat ze hier binnen dus gewoon of aardappelen schillen, of afwassen, of een keer koffie inschenken, of oppassen. Het blijkt niet mogelijk, want de Belastingdienst ziet dat als verdienste. Dus die heeft mij dus aangepakt over de laatste 3 jaar, dus tot januari 2000... En vanaf dat moment moeten we alles zelf doen, want we mogen geen 5 gulden, geen 7,5 gulden meer uitgeven aan de mensen, want dat zijn verdiensten. Dus daar hebben we een aanslag over gekregen en dat is niet helemaal terecht, want bij een huis, net zoals een HVO of een Fokker Siemens huis of een Volksbond, daar zijn mensen die verdienen 200 gulden bij. En dat noemen hun dan therapie, maar omdat hun een stichting zijn, blijkt dat te mogen. Wij zijn particulier, dus wij kunnen daar helemaal niks aan veranderen. En dat is niet zo leuk, want het is bijna ons faillissement geworden. Omdat als ze dus gewoon even meegezet hadden, we dat niet kunnen betalen. Want we hebben geen geld om personeel aan te nemen, anders hadden we zeker personeel gehad. En als wij gesteund zouden worden en gefinancierd, was het niet moeilijk om personeel te nemen. Maar om dus een vol bezetting te hebben, moet je alles binnen hebben. En wij hebben al psychiatrische klanten, hele zware drugsverslaafden, hele zware alcoholisten. Mensen die incontinent zijn, die bij een HVO en bij een Volksbond of waar dan ook weggestuurd worden. Die worden naar ons toegestuurd, maar die vangen we wel op, want we laten ze niet op straat liggen. Ik geloof je moeder wat wil vragen. Of je moeder, je dochter. Ja, je moet geld hebben zeker. Ja, dat is goed. Ja, 14 december 2001 moeten we vertrekken, want dan loopt de huur af. En ik moet de 15 mei moet ik de mensen opzeggen die hier zitten. Dus het kan nog paniekerig worden. Ja, je moet zo'n half jaar van tevoren moet je opzeggen? Nee, 3 maanden van tevoren. Maar dan moet ik wel 14 augustus bezemschoon wezen hier. Maar deze jongen die dat wil, die heeft dit op een veiling gekocht. En toen zaten er al 50 mensen in. Want ik denk dat de oudste bewoner hier al 25 jaar woont. En dat aflopend van 3 weken tot tig hoeveel jaren. Wat ga je die mensen vertellen? Dat ze op moeten rotten? Dat er geen plek meer voor ze is? Ja, want dit zijn mensen die willen niet bij het HVO. Of, die mensen willen vrijheid houden. En bij een HVO ben je niet vrij. Bij een HVO heb je regels. Dan moet je binnen zijn. Dan mag je geen pilsje drinken. Je mag er helemaal niets. Je mag daar slapen. Je krijgt het eten. Want ik kraak een HVO niet af. En dan liggen de zeils niet, maar die hebben hun regels. Dat deze mensen zijn nog dus gewoon aan hun normale patroon gewend. Dat ze zelf mogen weten hoe laat ze binnenkomen, hoe laat ze eruit gaan, hoe laat ze naar bed gaan, wat ze maar willen. Ja. En als ze niet willen eten, komen ze niet eten. Dat zou bij een HVO ook wel mogen. Maar als ze daar 5 minuten laat zijn, hebben ze het gat. En als hier 5 minuten dus te laat zijn en je loopt nog in de keuken, nou wat maar voor een keertje kan dat wel. Ze moeten er geen gewoonte van maken, maar dan haal je hand over je hart, denk je, nou ja, dat kan gebeuren. Er is niemand die hier wat van zegt. Willen ze hier op hun hoofd gaan staan in die kamer, dat maakt niks uit.
Ze kunnen gewoon wezen wie ze wezen willen. En dat, het blijkt toch niet bij een HVO te gaan. Want een HVO hebben ze een eigen kamer en hadden ze daar toch al gezeten. Zeg, in Amsterdam, hoeveel van dit soort huizen zijn er nou? Want volgens mij ben jij een van de weinigen, toch? Op deze grote ben ik een van de weinigen. Maar ik weet dus gewoon, dus van mensen, dat er een stuk of 4, 5 nog particuliers zijn. De Linnéestraat, Constant Huygensstraat, Kerkstraat zit er eentje. Ja, dat is heel klein. Dus ja, we slapen dus er een stuk of 10 of zo. Hè? Zoiets, ja. Zoiets. En jij hebt er echt, in de top kunnen er 70 slapen hier, hè? 83. 83 kunnen er slapen hier al. Mm-hmm. Ja, op het moment zijn er een stuk of 50, 60 ja, geloof ik? Nee, 50. 50. Mm. En ja, als dit nou weggaat, wat is er dan voor mogelijkheden nou nog voor die mensen om naartoe te gaan? Als jij nou gaat sluiten in 12 december, dus aankomend jaar 12 december... Nee, 14 augustus moet ik sluiten. Dan moet ik officieel eruit zijn. Dus ik moet 15 mei moet ik dus gewoon de mensen gaan vertellen dat ik 14 augustus sluit. Ik zou niet weten waar die mensen heen moeten. Een HVO willen ze waarschijnlijk niet naartoe, maar als ze dan moeten, zouden ze daar naartoe gaan, maar die zitten vol. En Leger des Heils zit vol. En de gemeente Amsterdam heeft dus gewoon gezegd in 1999 dat ze graag in 2000 geen mensen meer op straat willen hebben. Maar dat gaat nu toch echt gebeuren, want binnen 8 maanden staan er toch 50 op straat. En misschien dat er nog in die tussentijd mensen bijkomen. Dan zijn het er waarschijnlijk al 60 of 70. Want we weten nog niet wat voor winter het wordt. Mm-hmm. En als het extreem koud wordt, zijn er ook mensen die van de straat af heel graag naar binnen willen. Die nergens geen plaatsje meer kunnen vinden. En ik heb voor die mensen altijd een bed. Al zijn ze nog zo vies en al zijn ze nog zo, het interesseert me niet. Ik heb ze altijd een bed voor. Ja. Want we zitten hier niet in New York, we zitten hier in Amsterdam. Ja. En er hoort iedereen op een bed te kunnen slapen. Mm-hmm. Ja. We gaan er alles aan doen om het anders te laten worden. Ik ga er ook alles aan doen om dus andere panden te vinden. Maar ik kan niet meer doen als mijn best. Ja. En ik wil ervoor vechten, ik wil er alles voor doen. Maar als ik dus met mijn rug tegen de muur gezet word, dan houdt het gewoon op. Ja. Zeg, een of andere optie is, dus als de gemeente je niet wilt helpen, want er staan natuurlijk nog hele grote gebouwen, ook van overheid, die leeg staan. Dat is dan bijvoorbeeld kraken. Heb je daarover nagedacht? Heb ik nog niet over nagedacht. Maar als het zou moeten, als zou ik het voor die mensen moeten doen. Ik weet dat deze mensen niet capabel zijn om dat te doen. Daar zijn ze niet sterk genoeg voor, want de meesten hebben geen ruggengraat meer. De meesten gaan al op een ander hangen om dus toch nog door dit leven heen te gaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik mensen zou kunnen vinden die wel ruggengraat hebben. Die wel durven. Want ze zullen toch onderdak moeten hebben in die tijd. En niet dat er gezegd wordt tegen me, het is dan misschien mooi weer, ze kunnen overal liggen. Want dat is niet zo. Geen één kan er op straat liggen die al zoveel jaar gewend is om een bed te hebben en eten en te doen en laten. Die kan je niet op straat neerleggen. En ook de oudere mensen die hier zitten. Want waarschijnlijk heb je hem gezien, die meneer van Asperen, die grijze meneer. Ja, met het mooie pakken bedoel je? Die met dat mooie pakken. Die meneer die wordt 80 van de week, de 31ste. Hij staat daarop, van Asperen. Ja, de 31ste wordt die meneer 80 jaar. Die woont hier al bijna 30 jaar. Dan moet ik die meneer naartoe brengen. Mm-hmm. Want je moet oude bomen niet in een andere stand neerzetten. Dus dan moet hij maar doodgaan voor 14 augustus, want dat begint het een beetje op te lijken. Want als die man zijn tasje pakt en hij kan nergens terecht, wat moet hij dan? Ja, dat is ook diep tragisch. Dat is tragisch, ja. Goed? Ik heb al mijn teksten boven me. Zonde, hè? Nou, doe maar rustig aan, jongen. We hebben de tijd. Oké. Nog een keer, hoor. Nog een keer. Want het is een mooi nummer, hè? Eigenlijk. Ja, heel mooi nummer. Okay. En dat heb je zelf geschreven? Ja, ik schrijf alles zelf. Muziek, tekst, alles. Oké. Okay. Ja? Ja.
over uw vrouw, hoor. Oh. Goedendag. Hallo. Ja, hallo. Mijn vraag aan u is, wat voor vraag zou ik u nou moeten stellen op tweede kerstdag? Met de kerstgedachte. Heb u erover nagedacht? Nee. Ik heb er niet over nagedacht en ik heb ook niet uitgebreid gegeten. Nee. Nee, gewoon de normale Hollandse geschiedenis. Ja, ja. Ik vind het zo'n overdreven onzin dat mensen met kerstmis alleen maar zeggen van wat hebben we heerlijk gegeten. Of wat hebben we duur gegeten. Ja. Duur moet het vooral zijn. Ja, ja. Het moet vooral veel gekost hebben en... Ja. Het moet altijd ook extraordinair, hè? Dat is de ware kerstgedachte over het ogenblik, wat overheerst. Geef mij maar een lekker kopje chocolademelk. Ja, met een rummetje er waarschijnlijk in. Twee. Dubbele rum. Ja. Het mag ook wel met een... Het is wel flink koud geworden, hè? Daar heb ik geen last van. Nee. Dat vind ik juist fijn. Ja. Maar als ik u nou zou stellen van... er zou een nieuwe gedachte voor het 2001 het jaar in moeten. Wat zou u dan zeggen? De nieuwe mooie gedachte die ik heb, zorgeloos leven. Voor iedereen? Ja. Dus met andere woorden, we zouden weer de hulpbehoevenden wat meer moeten helpen. Dat in ieder geval. Dat moeten we blijven zeggen. Geen wachtlijsten meer. Geen wachtlijsten in de ziekenhuizen? Dat is primair, vind ik. Ja. Die moeten eerst voorbij. De gezondheidszorg, vind ik, moet voorop staan. Goed. En als deze mensen het prettig hebben, dan hebben wij het ook prettig, denk ik. Ja, dan gaat het allemaal wel een stuk beter ook, hè? Inderdaad, een stuk beter. Okay. Ja. Hartelijk dank voor het interviewtje. Zeg, tot je dienst. Merci. Okay, dag. Kerstgedachte en nieuwjaar is iets wat ik niet alleen met kerst en nieuwjaar aan denk. Dat is het hele jaar door. Ja. Dus dag in, dag uit. En irriteren doe ik me wel eens. Ja. Maar ik probeer dan te kijken wat er te doen is. Dat, ja. Maar er is niet iets bepaalds. Ik bedoel, neem dan bijvoorbeeld die voetbalrellen in de bos. Ja, het zijn niet echt voetbalrellen. Het zijn meer protestrellen geweest. Dat is toch complete onzin wat daar gebeurd is. Ja, die man, dat is verschrikkelijk. Maar wat daarna gebeurd is, dat is toch belachelijk. Ja, toch? Ik wil me daar niet te ver over uitweiden, over die problematiek welke in de bos is gegaan. Ja, kijk het dan in grote verband dus eigenlijk. Kijk nou eens op de televisie wereldwijd als er ergens rellen zijn. In het grootste geval lopen de kinderen ermee. Die willen ergens open. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet voor allemaal, hoor. Ik bedoel, hou me er goed in. Ik bedoel, er lopen ook serieuze mensen lopen erbij. Maar het gros, dat zijn herriesgroepers ergens. En dan zijn wij mensen geneigd om schuld bij anderen te leggen. Maar we schijnen dat in onszelf te hebben. Dat we af en toe, we maken onszelf kapot. En andere dingen dus ook. We hebben iets destructiefs in ons. Alle mensen hoor je zeggen dat gezondheid het belangrijkste is. En dan halen ze allerlei dingen aan om ziek te worden. Dat toch? Zo zitten wij in elkaar. Dus ik bedoel, er zit iets van dat destructieve, dat zit in onszelf. En dat is storend. Ja. Ja. Ja, wat zullen we daarvan zeggen, Ines? Het museumbezoek en de museumjaarkaart waar we het net over hadden. Vertel het maar even. Nou... Ja, zeg dat hij dus duurder is geworden, maar goed, dat zal je toch niet aan ontkomen. Doordat we er met z'n allen zoveel gebruik van gemaakt hebben, vond ik een wonderlijke uitkomst. Dus u hebt hem gekocht en u hebt er heel veel gebruik van gemaakt, dus u bent er heel blij mee. Ja, maar omdat we in Nederland met zoveel daar gebruik van maken, is de prijs enorm omhoog gegaan. Oh, dus hij is veel duurder geworden, vind ik apart, doordat we met z'n allen zoveel gebruik van maken. En dat irriteert dus. Vind ik apart, irriteren. Ja, want je zou zeggen, als veel mensen daar gebruik van maken, dan moet hij in principe nog goedkoper. Ja. En het tegenovergestelde is een feit. Vindt u dat logisch? Nee, maar nou raakt u weer een kernpunt bij mij ook. Ik irriteer me vreselijk aan altijd die mooie beloftes. En altijd alles... anders uitpakt. Kort samengevat, mooie beloftes die niet worden waargemaakt. Dat is het. That's it. Geërgerd. Duw ze altijd maar zo snel mogelijk weg al die ergernissen, toch? We proberen vooral heel positief altijd dingen over ons heen te roepen. Heel positief. De NS, maar ik vind het ook wel weer goed die stakingen die personeel geven, dus... Dat is wel goed dat bestuur een beetje aangepakt wordt, die leiding. Ja. Die denken wel erg commercieel, ja.
Ja, precies. Ja, waar ik me ook altijd aan erger is dat, dat vind ik nog even over DNS, dat ze miljoenen besteden aan criminaliteitbestrijding en zo. Terwijl ze al die bushakjes op verlaten stations alleen laten staan. Dan denk ik, besteed maar geld aan personeel daar. Maak dan maar leuke, gezellige. Dan zal je zien dat de criminaliteit daar afneemt. Ja. Weet ik zeker. Soms denk ik wel, ze zouden ons in het bestuur moeten zetten van de NS. Ja, als iedereen nou een beetje zou denken. Konden we goed geld verdienen? Ja, zouden we precies. We zitten wel eensgezind de hele tijd. Hè? Ja, oké. Okay. Zeg bedankt. Prettige dag verder. Ja, doei. Ja, ik... daar wil ik wel wat over zeggen. Ik heb me het afgelopen jaar heel erg lopen irriteren aan het rijgedrag van de mensen, met name in Buitenveldert. Wij wonen sinds een jaar in Buitenveldert. En de automobilisten die rijden daar gewoon 120, terwijl ze er in principe 50 mogen rijden. En ook omdat ik pas een babytje heb en dan goed moet uitkijken, of extra uitkijken met het oversteken met de wagen, valt het me des te meer op. Ja. En ik was al van plan om een brief te schrijven naar de politie om te vragen of ze daar wat meer controles willen doen. Zo hard rijden, ja. Oké, okay. Buitenvallen is waar. En u? Ja, ik heb me erg lopen irriteren aan het feit dat, het is misschien heel goed, maar dat de politie zo actief is op fietsers. Ja. De trouwheid zelf. Ik doe alles volgens de regeltjes. Behalve op mijn fiets wil ik nog wel eens door rood licht rijden. Ik heb door rood licht gereden. Maar de dag daarna, en ik kreeg daar dus een boete van 50 gulden voor. En de dag daarna, dat was toen met de voetbal toen. En toen reed ik naar huis. En toen gooiden allemaal van die ventjes een bierflesje schoon, zomaar op straat. Ik voelde me heel onveilig. Ja. En ik zag geen politie. Ja. Dus ik heb in Amsterdam, hebben ze hun handen vol gewoon aan al die, nou, ik ga niet ze benamen, maar ik weet precies wie het zijn, van die ventjes die onnodig vernielingen doen en alles. Laat ze daar een energie in steken in plaats van de fietser. Ja. Dus zonder. Dus jij hebt ook vast iets waar je je vreselijk aan hebt lopen irriteren? Ja. Ik erger me nooit zo, aan heel veel dingen. Dus, maar ik heb me geërgerd aan de taxi's. En de commotie die ze veroorzaakt hebben. Ja. Dat vond ik, daar heb ik me ontzettend aan geërgerd. En ook omdat met mijn vriendin, een taxichauffeur heeft een keer jou omver gereden. Ja. Hebben ze overigens wel heel aardig opgelost met een bloemetje. Ja. Maar desondanks erger ik me mateloos aan het rijgedrag van de taxichauffeurs. Op mensen inrijden en vlak achter je rijden altijd. En dat ergert me mateloos. Nee. Ik zou het niet weten. Nee? Nee. En u, mevrouw? Nou, ik vind dat de mensen zo onaardig tegen elkaar zijn. En agressief in het verkeer. Gewoon dat je wat vriendelijker voor elkaar bent. Ja. Ja, vind ik wel. Nou ja, en wat voor narigheid is natuurlijk allemaal. Dat, zoals gisteren die troonrede, of die rede van de koningin, vond ik eigenlijk een beetje tegenvallen. Zeg eventjes waar je het over hebt. Dat die in Enschede zoveel narigheid is geweest. Ja, toch? Ja. Het was allemaal zo vaag. Dan denk ik van, Nou, ik vind dat de koningin meester is in vaag zijn, hoor. Nou, inderdaad. Ja, het was jammer. Ja. Maar ja, verder. Ja, dat vind ik trouwens van de hele politiek trouwens, hoor. Nou, dat is ook. Maar ik denk dat daar een beetje de onvrede komt van de mensen en dat ze dat op elkaar gaan afreageren. Dat je een goed voorbeeld hebt, toch? Ja, je verwacht iedere keer als je gaat kiezen of stemmen. Ja, kan u dat je zegt, de camera blijven kijken? Ja, sorry. Ja, nee, ja. Dat je dus, hoort, zij beloven een heleboel en er gebeurt eigenlijk niks. Nee. Hè? Dat vind ik wel. Nou, heel moeilijke vraag, want ik irriteer me niet zo snel, maar. Ik denk een beetje dat de mensen zo onverdraagzaam worden. Ja, daar irriteren. Begin maar gewoon bij jezelf. Dat is het beste. Dat vind ik ook helemaal niet eens. Mijn eigen levensvisie. Oké, en u? Nou, dat vind ik dus ook. Kijk maar eens naar de buren naast je. En dan naar jezelf. Hè? Of eerst naar jezelf en dan naar de buren naast je. En kijk maar wat je jezelf kunt verbeteren. En dan pas kritiek hebben op een ander. Ja, ja. Ja? Okay. En waar heeft u zich geïrriteerd? In principe een beetje hetzelfde. Eigenlijk in grote lijnen het egoïstische gedrag van de mensen. Of dat ze idee hebben of dat ze alleen op de wereld zijn. En zich daar ook zo'n beetje naar gedragen. En dat kan me toch wel mateloos storen. Ik bedoel,
ja, dat kan in principe natuurlijk van alles zijn, maar dat is over het algemeen het... Het egoïstische gedrag. Het egoïstische gedrag, dat gewoon in huis, ik bedoel om je heen, op de weg, alleen al het uitlaten van de hond, van je poep maar raken en het maakt mij niet uit. En ja, gewoon dat zijn allemaal dingen die me toch wel irriteren. Dat, het kunnen kleine dingen zijn, maar ik, op zich vind ik het wel heel belangrijk. Goed, nou heb u het langs kunnen nadenken. Ja. Kom eens. Nou heb u het langs kunnen nadenken, maar nou wil ik het van u ook nog even horen. En ik heb van al mijn voorgangers mogen horen waar ze zich aan geërgerd hebben. En ik denk dat ik het meest erger aan datgene waar ik me ieder jaar aan erger. Dat we nu al ruim 2000 jaar strijden voor vrede op aarde en een betere wereld. En dat we nog steeds niet in staat zijn om daar ook maar gevolg aan te geven. Ja. Jij weet het niet, dat is je vader. Ja, is vader. Ja, jullie lijken wel een beetje op elkaar. Oh, ja, ja. Ja? Heb je aan mij lopen irriteren? Dit jaar? Nee, ik nee, ja, toch? Nee. En ik ook niet aan jou. Dus. Nee. Dus, stalker. En je stalker? Ja, ik hoop dat hij wegblijft. Oh ja. Nou, dat was het dus. Ja. Oké, bedankt. Doei. Doei. Slechte koffie in Amsterdam. Slechte koffie in Amsterdam? Ja, tegenwoordig. Vroeger kon je lekkere cappuccino drinken, maar tegenwoordig niet meer. Nee? En jullie zijn verwoed koffiedrinkers? Ja, cappuccinootje, lekker. Ja. En af en toe, in de stad is gewoon slecht. Slechte cappuccino's. Nou, heel... sinds die nieuwe machines er zijn. Ja, die spuitmachines vooral, die zijn waardeloos. Die zo zuinig zijn afgesteld met slappe koffie. Horen. Nou, dat weet ik wel. Ik vind het ontzettend irritant dat men steeds meer in de je-vorm gaat spreken. Dus als iemand geïnterviewd wordt, dan zou ik dus nu zeggen... Nou, je hebt dan dat je ergens aan ergert. Nee, je moet zeggen van, ik erger me eraan. En niet van je. En denk, nee, het gaat niet om jou, het gaat om mij. Dus ik moet zeggen, ik erger me hieraan. Ik vind dit, ik vind dat. En niet dat mensen persoonlijk meer achter hun mening staan dan dat ze in het algemeen over de mening praten. Het gaat meer om de spreektaal, ja, waar ik mij aan erger. Dat mensen als maar je zeggen, ja, je schiet dan die bal in het doel. Dan zeg ik, nee, je moet zeggen, ik heb die bal in het doel geschoten. Ja, ja. Snapt u? Het gaat meer om de manier waarop mensen dat dan zeggen. Oké. Zij. Ja. Wat? Ja. Ja. Nou, zeg het maar. Ja. Nee, je moet zeggen waar je een hekel hebt. Wat je zegt van, nou, dat vind ik nou zo vervelend. Nou, dat honden de eenden wegjagen als wij hun eten geven. Dat zijn mijn honden. Huh? Dat zijn mijn honden. Ja, dat is zo. Ja, maar ik dacht... Niet zo goed. Oh, dat mag niet. Michel, ik ga nu het ijs. Nou, die mag ik wel even vullen, want die gaat straks door het ijs zijn. Dat is leuk. Nou is hij nog droog. Ja. Ga een rondje vullen. Een rondje. Nou, doe maar niks, hè. Misschien niet. Nou, die is dom. Nee, die is echt dom, hè. Als die nou... Daar zijn de hondjes weg, Doris. Als die nou hier helemaal gaat en hij kan niet stoppen, gaat hij zo. Ja, dat doet hij niet. Zou er aan te doen. Hello there, we're from Newcastle in Australia and we've come all the way to cold Amsterdam from 40 degrees heat and we think Amsterdam people are great! No, they're excellent! That was they're so great! Yeah? Okay. Thank you! Bye! Bye! Nieuwe movie star. Okay, mijn vraag aan u meneer is... Waaraan heeft u zich afgelopen jaar zo lopen irriteren dat u zegt van nou het nieuwe jaar wil ik dat absoluut niet meer meemaken? Nou, aan de house muziek van mijn buurman. Aan de house muziek van mijn buurman. Ja? Daar irriteer ik me al 3 jaar lang aan. Ik heb hem al van alles gezegd, maar hij zit nog steeds zijn grenzen te verkennen. Hij is nog steeds zijn grenzen te verkennen. Ja. Maar over grenzen verkennen... U bent ook wel een beetje grenzen aan het verkennen, hè? Want u staat als eerste hier in het Vondelpark op het ijs. Ja, ik had... In de microfoon praten. Ja. Oh.
Ja, ik had verwacht dat er ook anderen hier zouden zijn. Het kraakt nauwelijks. Ja. Alleen aan de kanten. Ja. Waar het gedoord heeft de laatste dagen. Hij is gewoon heel hard. Het kraakt niet eens. Nee, het kraakt niet eens. Hè? Alleen aan de kant. Daar heeft het gedoord afgelopen tijd. Dus, in het Vondelpark kan je best komen, als het doorvriest, volgende week blijven komen schaatsen. Nou, morgen wel. Na nog een dagje vriezen kan je hier schaatsen. Ja, moet je wel in de microfoon zetten. Ja. Mensen, na nog een dagje... Nee, dagje. Na nog een nachtvorstje kan je morgen hier schaatsen. In het Vondelpark.